Ja, ja, ja. Jullie zijn er weer. Dat is mooi. Ik ben er ook. Misschien herinneren jullie het nog wel, hè? Een week of 10 geleden waren we voor opnames voor Autovisie TV in Amerika. Autovisie TV, jullie kijken natuurlijk, hè? Elke zondagavond, 6:30, RTL 7. Destijds waren we daar en toen heb ik twee pick-ups gekocht. En die pick-ups die zijn in een container geschoven. Nou, ik weet eigenlijk even niet precies waar ik naartoe moet. Ik denk dat ik daar naartoe moet. Ja, die containers die zijn aan boord gegaan van een containerschip. Zo gaat dat. Zo'n 360 meter lang ding. Die lag in Long Beach. En die is vervolgens naar beneden gevaren. In de richting van Midden-Amerika. Daar dwars door het land gegaan. Dat kan. Er ligt een kanaal. Het Panama-kanaal. En vervolgens aan de andere kant zo eruit gegooid. De grote Caribische Zee op. Tussen die mooie vakantie-eilandjes door. Dwars over de Atlantische Oceaan. Via Engeland. Een paar containers eraf. Nieuwe erbij. En nu liggen of staan de containers in Amsterdam bij GTA. GTA, Global Transport Amsterdam, dat is een organisatie die ontzorgen. Die halen auto's en ook andere zaken halen ze uit Amerika. Ze brengen het er ook naartoe en naar allerlei plekken. Dus als je nou een auto hebt gevonden ergens in Amerika, je hebt geen flauw idee hoe je dat moet doen, nou, dan bel je die club en dan regelen zij het. Kost natuurlijk een beetje, maar valt verhoudingsgewijs ook wel mee. Je betaalt om en bij de, nou zeg eventjes ruim geschat, zo'n 1500 euro. En dan gaat het de auto in een container naar Nederland. En eigenlijk worden alle dingen geregeld. Dus je koopt hem via een marktplaatsachtige Amerikaanse site. En dan hoef je eigenlijk alleen maar door te geven waar die staat. En dat GTA dat lost het vervolgens op. Dat hebben ze voor mij ook gedaan. Hey, en wat is er nou gebeurd? Het bootje is aangekomen hier. De containers zijn er afgezet. En wij gaan eens even kijken of ze er nog in zitten. En als ze erin zitten, hoe ze erin zitten. En of ze het doen. En, nou, dat allemaal. Het staat helemaal weer vol met allemaal moois. Ellen, hoe werkt dat nou, dat shipping? Hè? Ik heb dat gedaan in Amerika, dingen in de container gezet. En dan komt hij hieruit. Ja. Maar er zit een tussenliggende weg. Hè? Hoe gaat dat zo in zijn werk? Wij halen ze op. Ja. En vervolgens worden ze geladen. Container wordt besteld, wordt geladen. Boot vertrekt nadat US Customs approved heeft. En vervolgens vanaf is het ongeveer 6 weken onderweg. Mm-hmm. Dan komt het hier aan, dan releasen wij het in de container. Die halen we naar Amsterdam toe. Yeah. Dat doen we per barge, dat gaat over de binnenvaart. Milieutechnisch een stuk verantwoorder. Mm-hmm. Dus dat proberen we altijd zo te doen. Hey, en heb je eigenlijk twee soorten van vervoer op een boot, hè? In de container en niet in de container. Ja. Hoe noem je het, als je niet in de container zit? Roro, roll-on, roll-off. Juist. Ja. Hey, heeft de ene een voordeel ten opzichte van het andere? Mijn auto stond in een container, maar maakt het uit? Ja, maar dat komt omdat hij vanuit Californië verscheept werd. Ja. Vandaan hebben we wel degelijk Roro. Maar dat is een stuk duurder omdat men door het Panama-kanaal moet. Ja. Dus dat is ten opzichte van containerized shipments is dat niet voordeliger. Nee, dus het is vaak duurder. Ja, ja. Ja, dus dan kiezen we ervoor om het dan toch veilig in een container te doen. Dan heb je het ook mee zelf in de hand. Ja. En dan te verschepen. Koop je iets aan de Oostkust bijvoorbeeld, dan is het een heel ander verhaal. Want dat kunnen we wel degelijk gewoon roro verschepen. Mm. En dat scheelt gewoon een paar honderd euro per verscheping. Dus een pick-up is groot. Er staan hier kleinere auto's. Ja. Is daar dan nog weer een prijsverschil? Of? Ja, daar is degelijk een prijsverschil in. Een pick-up, daar kunnen er maar twee van in een container. Zijn relatief groot. Ja. Als we hier de Glass nemen, dat is een heel klein autootje ten opzichte van de Ford. Nou, hij kan er bijna 3 keer in. Dus ja, daar zit wel degelijk een verschil in, maar het is niet al te groot. Hmm. Het valt op zich wel mee. Hey Max, jij haalt die auto's eruit, hè? Uit de containers. Ja, ja, ja. Dus je staat ongenoeg met gaaf karren. Ja, maar ook wel eens met iets anders misschien? Ja, wel eens met bepaalde
insectsoorten, zwarte weduwe. Ja? Ja, die komen vooral vaak in de zomer voor. In de winter niet, in de winter nemen we eigenlijk bijna nooit wat. En we hebben ja, hooiwagens, maar die zijn niet zo gevaarlijk. En we hebben ook wel eens ja, hornets zijn het. Ja? Ja, als je daar geprikt wordt, blijkt dat het is ja, een van de ergste pijnen of zo lijkt het. Echt? Ja? Ja, 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 ik heb gelukkig nooit gestoken, dus niet. Ja, dan wordt de container gegast en dan is het te verwachten. Maar wat, de gegast, wat houdt dat in? Wat gebeurt er dan? Nou, dan komt er een speciaal mandje langs en die spuit een soort gas in, op wat voor gas, weet ik niet. Mm-hmm. Nou, dan moeten we 24 uur wachten en dan is het weer veilig voor de mensen om weer erin te gaan. En dan zijn in principe alles dood. Ja? In principe, ja. Hey, maar je wordt ook wel eens verrast dus dat er geen GTO uitkomt, maar dat je ergens iets losmaakt en dan... Springt er iets wat ja? Weg? Ja, ja, dat gebeurt wel eens. Ja. Jezus, ja, dat is bijzonder. Ja, ja. Ja. Wat is dit, Ellen? Dit is het. Dit is van de douane. Yeah. Dit wordt erop gezet op het moment dat de container dichtgaat. In dit geval in LA. En dit is het bewijs dat de container ook daadwerkelijk nooit open is geweest. Okay. Dus wij checken dat altijd. En als dat overeenkomt, dan nou ja, kunnen we ervan uitgaan dat er niks gebeurd is. Maar het is ook wel eens geweest dat de douane nog een controle heeft gedaan. Ja. Een auto heeft gevonden die gestolen is geweest. Dat hebben we namelijk al een keer gehad. En dan, die hebben hem eruit gehaald. En dan zie je ook van, er is iets met die container gebeurd. Hij ja. is open geweest. Zonder dat wij ervan op de hoogte zijn. Maar ja, dat is US Customs. Ja, juist. Die mogen alles doen. Ja. Maar nu weet je dus inderdaad dat er een Chevy C20 in is gegaan, zegel erop. Juist. En dan kan er niets anders uitkomen. Dan een Chevy C20. Precies. Ja. Ja. Nou, hopen we dan maar. Ja. Volgens mij is dit hem, Ellen. Dit is hem. Dit is hem, hè? Ja. Inclusief hawaai-slingen. Inclusief hawaai-slingen, mooi hè? Ja. Ellen, daar staat hij er. Ja. Maar wat nu? Ik bedoel, mijn auto is in Nederland. Ja. Maar ik kan er nog niet mee rijden. Nee, hoe gaat dat nu in zijn werk? Ik ga hem voor jou inklaren. Ja. En dan betaal je 6% BTW. Ja. Het is een auto die ouder is dan 30 jaar. Oké, dat is de regel. Dat is de regel. In originele staat. Nou, deze ziet er heel erg origineel uit. Behoorlijk. Ja. Ja, en dan is het motortechnisch, rem aan. De aandrijving. Ja. Dat moet allemaal origineel zijn. En dan mag ik hem voor 6% invoeren. Maar wat als die dus 12 jaar is? Wat voor percentage betaal je dan? Dan betaal je 10% invoerrechten en 21% BTW. Oké. Dus dat is een aanzienlijk verschil. Dat is anders dus. Ja. En als hij heel jong is, moet je ook nog een stukje BPM, slurptax. Dat komt er allemaal nog bij. Ja. Niet heel veel mensen weten dat. Mm-hmm. Als je een truck hebt en het is een... daar zijn de... Stel hij is jonger dan 30 jaar en het is geen crew cab, dus een enkele cabine. Yeah. De motor meen ik onder de 3500. Dan moet je ook nog niet 10% invoerrechten betalen, maar 22%. Oh ja. Dus het is een beetje afhankelijk van wat voor auto het is. Hier hebben we een hot rod staan. Yeah. Is een oudje, maar absoluut niet meer origineel. Daar betaalt men gewoon 10% invoerrechten en 21% BTW over. Oké. Okay. Ja. En dat zijn dingen die ik wist je niet,
Maar dat zijn dingen die jullie natuurlijk wel precies weten, hoe dat zit, die regelgeving. Ja, dat is het stukje waar wij in helpen. En ja. Dat is... Ja, daar ontzorg je in als het ware. Het ontzorgen, ja, absoluut. Want hoe werkt het nu? Ik krijg een factuur uiteraard voor de shipping. Maar aan wie ga ik nu mijn belastingplicht overdragen? Is dat weer heel ingewikkeld? Nee hoor, dat regelen wij allemaal. Ja. Dus jij hoeft voor de rest helemaal niks te doen. Wij zorgen dat die ingeklaard wordt. En je krijgt van ons één factuur en hij wordt voor de deur afgeleverd. Dus het is een door-to-door shipment. Ja, ja. Kan iedereen eigenlijk. In ieder geval, jullie kunnen dat. Ja. Maar iedereen kan op deze manier auto's importeren. Ja, toch? Ik zoek hem op. Ja. Ik bel jullie. Ja. En jullie regelen heel de boel. En wij regelen alles. We halen hem op bij de verkoper. En zorgen dat hij bij jou thuis voor de deur wordt afgeleverd. Goed, hè? Met één factuur. Ja. Ja. Mooi. Nou, dan kan ik rijden binnenkort. Zo dan, de C20 is er in Nederland. Het enige wat nu moet gebeuren is een RDW-keuring erop, kenteken dus, APK. En dan kunnen we rijden. Het geluid van dit vlog was matigjes, ik weet het. Dat had alles te maken met het feit dat we in die hal aan het filmen waren. Daar rijden allemaal van die heftrucks, dus dat vertroebelt de sound enorm. Volgende week zijn we er weer, over sound gesproken trouwens, dan een Biro. Dat is een klein... karretje, elektrisch, klinkt niet. En dan nog iets, is ook elektrisch, is niet klein, middenmotor, wordt gebouwd in Amerika, heeft een Japans label en we hebben er jaren op gewacht. Ja, dat weten jullie inderdaad. Nou, je ziet het allemaal dan. Bedankt voor het kijken, bye bye. En deel hem eventjes hè, als je wil. Duim omhoog.